Wij gaan weer door naar het volgende level. We hebben er nog twee te gaan. Wij gaan eerst naar de Iron Whale. De waterwereld. Laten we eens kijken. Oh. Het is Buzz. Het is Buzz. Waarom vallen die gasten mij allemaal aan in mijn eigen basis? Dan gaat weer weg. Oké. Hij komt binnen en hij gaat weer weg. Baas. Nu moet ik hier het gat in. Ik weet het niet. Of moet ik daar omhoog? Ik denk omhoog. Ja. Nee, toch niet. Dit is alleen voor een schedel. Nou, laten we het toch maar pakken. Gewoon hierin, denk ik. Ja. De draak had ik niet gezien. Doe het maar niet uit. We kunnen gewoon door. Deze zijn unbeatable. Die grijze beesten. Zo. Unbeatable. Goeie save. En een checkpoint. Alle checkpoints zijn meegenomen. Dat is ook weer alleen maar een skull. Maar dat doet dan vermoeden dat ik hier niet moet zijn. Maar waar moet ik dan wel zijn? Moet ik hier in? Oh ja. Het is soms zo onduidelijk, hè, of iets een ravijn is of een daadwerkelijke plek waar we moeten zijn. Maar we doen ons best. Ik ben bang. Ik heb het. Aanpakken die vis. Anker. Ook gevaarlijk.
Even kijken dat we die niet op de bek krijgen, zo'n anker. Dat zou wel vervelend zijn. Vervolgens krijg ik beide ankers op mijn bek. Omdat ik een noob ben. Ik heb ook nog damage gepakt, dus even hier. Hier moet ik mijn val aimen. Om weer bij een checkpoint uit te komen. Hier krijgen we die lantaarnkist. Ja, dat dacht ik al. Dat dacht ik al. Hoe kunnen we die nou vergeten? Je moet naar rechts blijven gaan. Dat zien we hier ook. Naar rechts blijven gaan. En niet de confrontatie opzoeken met die lantaarnvis. Wat ik net wel leek te proberen. Hier kunnen we de confrontatie op zoeken. Hij gaat er vandoor. En wij maken goede combo attacks. Waar we meteen weer een checkpoint van krijgen. En dus weer verder kunnen. Hier kan ik zo'n bal gebruiken om tegen te gieten. Het is weer alleen voor schepen. Hier kunnen we weer klimmen. Afschiet liften. Op naar de trap. Naar rechts. Er is daar een checkpoint. Nou, ik wil die checkpoint sowieso wel pakken. Nee! Ah, je ziet het alweer gebeuren. Ik spring gewoon mis als een noob. Misspring als een noob. Hij is dood. Huh? Ik... Tjongejoor. Ik zat gewoon goed. Ik zat gewoon goed. Oplichting. We'll be right back.
Hier, een anker op je kop. Precisie springen. Het is maar wat. Checkpoint, altijd goed. Je moet daar naar boven, denk ik. Ja. Nee. Dan moet ik hier naar beneden. Ja. Oh, dit wordt lastig, denk ik. Ja, daar was ik al bang voor. Er waren te weinig bubbels om hier een goede route van te maken. Lekker hoor, dat je weer tegen die muur op ging. Hier moet ik naartoe. Gaan we weer naartoe. Even een hieltje pakken. Want we komen hier bij de bos. Kijk, de Treasure Knight. Au. Zie je? Oh, ze komen in die kist vast te zitten. Maak slash dwars door hem heen. The Treasure Knight. En dan hebben we zo de Treasure Knight ook verslagen. Krijgen we weer een droom? Ja, we krijgen weer een droom. Daar liggen we dan. The Enchantress. Kijk toe. Dit is de origin story van de Spectre Knight. De origin story van de Spectre Knight. En zij neemt het amulet in beslag, waar de menselijkheid in zit. Nee, ze neemt het niet in beslag, ze betovert het. The origin story. Zijn er nog wat nieuws? Hoverplume. Nee. Niet noodzakelijk genoeg. Weer een HP'tje erbij, altijd goed. En dan maken we ons klaar voor het volgende level. Die wij gaan uitvoeren in de volgende video. Dus graag weer, tot dan. Joejoe.